Waar gaat het bij u om in het leven? Bij mij gaat het om in het leven dat ik de mensen een klein beetje zonnekracht kan geven. Een klein beetje een glimlach op hun gezicht, op hun hart. En hoe probeert u dat te doen? Hoe probeer ik dat te doen? Door middel van positief iemand te benaderen. Door te proberen met mijn hartsfrequentie zeg maar, iemand goede dag te zeggen. Gezondheid en geluk. En ik denk dat de mensen moeten weten dat het geluk in kleine dingen zit. En niet in materialen. Dat is voor mij denk ik belangrijk. Hoe komt u tot dit inzicht? Ik denk door wat je soms in je leven meekrijgt door je ouders. Ik ben heel vroeg mijn man verloren. Je realiseert je steeds meer dat je geschiedenis maakt met mensen en niet met dingen. Dus dat is eigenlijk wat het leven inhoudt. Als voor mij persoonlijk leven, dat zijn gewoon de kleine dingen, laat ik zo zeggen, waar je van genieten kunt, bedoel ik. Het is met dit mooie weer, dat is toch geweldig, voor mij mag dit blijven zo. Dan kun je lekker fietsen, je kunt je ding, en dan ben je, dat vrije gevoel alleen al, dat vind ik al belangrijk om te hebben. Het is wel de kunst om de pareltjes te zien. Zeg je? Het is wel de kunst om de pareltjes te zien. Dat is ook zo. Dat zal voor sommigen ook wel zo zijn. Maar daar zijn we wel blij mee, laat ik zo zeggen. Ik heb al een lang leven achter de rug en het gaat er mij om. Ja, dat je gelukkig blijft. En, zoals wij zijn dus al van het jaar, dit jaar, 55 jaar getrouwd. Mijn vrouw heeft ook zo'n scootmobieletje. Dus... En ik woon niet meer in Almelo. Ik ben hier wel geboren. Maar ik ben hier al weg. Toen ik trouwde, toen was ik 22. Dus in die tijd was het raak, zeg maar. Geven en nemen. En een dagbesteding hebben, zeg maar. Waar je dus, zeg maar, met echt op ons niveau. Want dat is nog best hoog. En dat is niet dit, dat is best hoog hoor. Dat denken sommige mensen, ja, we verstoppen ze daar maar we doen alles wat u ook zou doen. De oudjes tellen gewoon mee. De oudjes tellen voor ons helemaal mee. En klagen niet en zijn niet zielig? Nou, ze klagen niet, omdat ze niets te klagen hebben op dit moment. Want wij worden goed verzorgd als je de juiste mensen hebt. Dat is een goede vraag. Maar ik sta positief in het leven en ik heb een geloof waar ik veel moed uit put. Dus, mijn gezin, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Dus dat is heel belangrijk. Dat zijn belangrijke zaken voor u beiden. Ja. Ja, tevredenheid eigenlijk wel. Dat je gewoon tevreden bent met je leven en... Ja, dat je toch een beetje plezier hebt ook nog. En wat vrienden hebt waar je terecht kan. En ja, alles goed gaat met je kinderen en daar een goed contact mee hebt. En, ja, daar gaat het bij je om. Eigenlijk zo de dingen om je heen die voor mij wel belangrijk zijn. Kijk, en als je financieel goed hebt is dat natuurlijk heel prettig. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar dat is dan wel het grootste cadeautje wat je kunt krijgen. Dat je gezond bent, dat je fijne mensen om je heen hebt. Ja, dat is het denk ik. Dat is voor mij belangrijk. Nou, in ieder geval niet materialistisch, geen geld. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Vindt u dat sommige mensen dat nodig hebben? Nou, ik vind eigenlijk helemaal niks, maar ik vind het fijn, want het is ongevraagd. Hè? Ik bedoel, ik vind het fijn als ik iets kan doen. Gewoon dat, even dit. Of laten we zeggen, samen nog gelukkig. Je bent nog samen, dus dat is ook iets van... dat is je ook gegeven, toch? Dat is ook wel... dat hoor je ook om je heen anders, vooral omdat je ouder wordt. En dan, ja, dan ben je ook met andere dingen eerder tevreden, denk ik zo, toch? Ja, goed. Het geluk van ons, dat is dus het samen zijn. En je kinderen, kleinkinderen. Dat is ons geluk, laat dat zo zeggen. Dat is waar het bij u om gaat? Ja, zeker. En gewoon vriendelijk. Net toevallig kwam ik daar bij het restaurant op de hoek. Kwam ik mijn zus tegen en hebben we samen met een kopje koffie gedronken. Kijk, dat zijn dus de leuke dingen. Vooral met name om gezondheid. Want?
Want we zijn alle twee ziek en ik wil weer gezond worden. En ook voor mijn man. U vindt gezondheid het belangrijkste in het leven, althans op dit moment? Op dit moment. Nee, altijd wel. Altijd wel? Ja. Maar er zijn mensen die zeggen, vroeger was alles beter. Daar behoor ik niet toe, want vroeger was niet alles beter. Wat vindt u bijvoorbeeld nu beter vergeleken bij vroeger? In elk geval de huisvesting. We zijn gisteren toevallig in Frieseveen geweest met de club. Bij bed dan. En als je dan ziet hoe dat zeg maar voor 80, 90 jaar was. Vreselijk. En het hele huis, hok kun je wel zeggen, vol kinderen. 10 kinderen was heel normaal. Toen. U bent nu een dankbaar mens. Ja, zeer zeker. En ik beleef dit ook als dankbaar zijnde. Hoe bent u tot dit pad gekomen? Om heel diep te gaan, om heel ziek te zijn en helemaal onderin die put te belanden. Door middel van Epstein-Barr virus en de teek ben ik bewust geworden dat ik mijn eigen leven moet gaan invullen. En zo vrolijk mogelijk. En zo fijn mogelijk. Als ik u zo beluister en bekijk, dan heeft dit nieuwe pad uw leven verrijkt. Ja, onmundig. Ja, ja. U bent dus heel tevreden over Nederland. Ja, de belasting is hoog, maar het is goed. Nou ja, alles heeft zijn prijs. Ja.